Hoi, welkom op mijn kanaal. We gaan vandaag iets heel anders doen. Geen shows, geen imitaties, geen buikspreken, niks. We gaan een spinner gaan we versieren of bekleden met ogen. Ik heb zelf altijd al iets met oogjes gehad en nepoogjes. En dat komt natuurlijk door mijn passie voor de buikspreekpoppen. En ik had deze oogjes had ik gekocht in China. En ja, die vielen wat te klein uit. Maar die waren precies net zo groot als de spinnerdingetjes, de lagertjes in een spinner. Dus dan leek het me leuk om die oogjes op de spinner te plakken. En om te kijken hoe dat eruit gaat zien. Dus, tot zo. Zoals je ziet heb ik 4 groene, 2 blauwe en 2 blauw met groen. Nu ga ik deze 2 in het midden doen. En ik ga die per kant op de spinnen plakken. Ik ga aan één kant beginnen, zodat die mooi egaal is. En dan als laatste doe ik dan die middelste erop. Ik heb een waterstaafje en industrielijm. Daar heb je normaal gesproken maar heel weinig voor nodig. Dus ik ga eens even kijken hoe dat gaat werken. Het droogt helemaal. Ja, dat is omdat het op stof is. Pauze. Ja, loopt ie? Ja. Oké, ander plan. We gaan het niet meer waterstaafjes doen. Want dan komt een gigantische chemische reactie. Ontstaat daar. Ja. En dat willen we niet. Maar goed, die eerste zit al vast en zit al goed vast. En zoals je ziet kan hij alleen niet meer draaien. Dat komt omdat de buitenkant... hij plakt precies op de buitenkant. En de buitenrand zit natuurlijk vast in de spinner. En hij is te klein om op de binnenrand te plakken. Dus dat doen we niet. We gaan hem gewoon op de buitenrand plakken. En je hebt maar een heel klein beetje nodig. Dus een druppeltje is echt voldoende. Dus ik smeer er echt maar een heel klein beetje op. Want het is industrielijm. En de beide ondergronden van de oogjes als de spinner zijn hartstikke glad. Dus en met industrielijm plakt dat natuurlijk heel erg snel. Dan hoop ik dat er met een stokje ook genoeg op komt. Nou, dat is al grappig, toch? Of niet? Ja. Yeah. Als je het zo kijkt, is het net een gezichtje. Grappig. Ja, toch? Ja, heel grappig. Film je nog? Ja. De oogjes, die zijn 20 millimeter en dat is echt precies de diameter van een kogellagertje. En als je trouwens dit gaat doen en je gaat het ook met industrielijm doen, dan raad ik je aan, mocht je niet al te groot zijn, om dat samen met je ouders te doen. Want als je het op je vingers krijgt en je houdt je vingers tegen elkaar, dan krijg je het echt niet meer los zonder dat je vel helemaal uit elkaar trekt. Of zo. Ja. Dus je moet het of met handschoenen aandoen of heel voorzichtig en zeker niet met zo'n stokje doen als ik dat doe. Maar goed. Wat doe je dan? Ik ben zelf niet heel klein meer en heb redelijk wat ervaring met industrielijm. Want veel van de poppen die ik maak, die worden ook met industrielijm aan elkaar gezet. Nou, dit zit al aan elkaar vast. En nu heb ik, zo snel gaat dat, ik vind het zelf heel erg cool eruit zien. En volgens mij is er nog geen spinner in de wereld die eruit ziet als een oogjespinner. Ik ben benieuwd hoe lang het blijft zitten. Of het met een klein beetje lijm ook vast blijft zitten. En dan deze nog. En dan heb ik die twee mooie gekleurde oogjes. Die ga ik in het midden doen. En die zijn ook precies zo groot. Maar houdt dat dan wel lekker vast? Nou, dat kunnen we even proberen. Het houdt heel lekker vast. Oké, mooi. Nou, nu gaan we ze vastmaken. Je moet ze wel op de dopjes plakken, niet op de lagertje zelf. Want anders, net als deze, dan draait die niet meer. Op zich niet zo heel erg, want er worden natuurlijk ook genoeg spinners verkocht die geen die lagertjes aan de buitenkant hebben. Deze heeft er toevallig wel, maar... Nou, de laatste, die ga ik even iets meer erop doen, omdat die... op dit plastic komen. En dit plastic is een klein beetje ingedeukt. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het eigenlijk vrij wel meteen goed erop zet. En dat heb ik dus nu niet gedaan. Ja, maar nu wel. Uit. Even aandrukken. Industrielijm. Dan hecht het. En als het goed is, zit hij nu vast. Ja. Kijk, en hij ligt nu iets hoger. Dus hij komt nu wel in een dingetje te liggen. Nee.
Ik legde mijn hand daar neer, toen bleef hij aan mijn vinger. Zit gewoon met de vingers in de industrielijm. Maar gelukkig. Dankie. Slijt dat wel. Nou. Ja, het is een beetje hetzelfde als die nagellak. Weet je wel, die nagellijm. Weet je wel? Dat, nou, het ruikt ook zo. Nee, maar dit is sterker hoor. En het is ook meteen vast, hè? Want het is ook meteen vast. Kijk, is dit, niet meer is dit hem? Dit is hem al. En als je daar kijkt, hebben we een ogenspinner. Hoe vind jij hem? Ik vind hem geweldig. Ja. Hoe vind jij hem? Ja, ik vind hem mooi. Hoe vinden jullie hem? Als je hem mooi vindt, like het filmpje. Deel het filmpje. En natuurlijk ook gewoon even abonneren op het YouTube kanaal. Ik zal niet zo heel veel knutseldingetjes gaan doen. Het zal meer buikspreken zijn. Andere van de invitatie kindershows. Maar bekijk alle video's maar.